Die naar mijn kant, dan moest ik benen maken, want dan kwam die langs schieten. En dan stond, daar stond de lichtmixer, waar die jassen liggen. En dan stuitte die daarop en dan draaide die zich om en dan kwam die weer langs rennen en dan sprong die bovenop George. En die zat dan op de grond, die was dan zwaar geblesseerd vaak. En, maar op een dag, toen was het podium niet groot genoeg en toen was de lichtmixer los van het podium een meter verder gezet. Dus toen... Die hadden een bühne, dat was in de vorm van Texas. Maar Texas loopt zo. Dus wij dachten dat het gewoon een rechthoekige bühne was, maar dat was het niet. Er was daar dus een gat en daar viel die in. En toen kwam die weer omhoog en had zo'n tuinbroek had je aan. Een gouden tuinbroek. Weet je wel. Sorry. Ja, dus dacht hij dan maar slank en Adonis was het. Echt Adonis met een gouden tuinbroek. De ideale de tuinman met een gouden tuinbroek. Daaronder niks aan en zo. En dat ding was helemaal gestript zo, doordat hij daar langs viel. En dat was onder het bloed en toen kwam hij naar boven. Dat was een horrorfilm was het. En George helemaal opgelucht van dat heb ik aan niet naar mij toe. Ik kwam helemaal niet boven, dus onder gozer die vroeg om een backstage pasje. Weet je. Story of his life. Ik kom er nooit in. Ja, dat heb ik ook. Ik kom er ook nooit in. Nee, dat is waar. Nog eentje. Het verhaal van je moeder. Dat is zo mooi. Nou, ik weet een mooi verhaal dat je met je moeder naar het ziekenhuis ging. Dat je er neerzette bij de lunchafdeling. Nou, dus mijn moeder moest... die is op leeftijd, ze zit nu in een verzorgingshuis. Ze is nu 95, maar toen was ze rond de 90 of zo. En ging ik dus met haar naar het ziekenhuis voor onderhoud, zeg maar. Ja, ik ken ze allemaal, de urologen, de gynaecologen. Ik zat in de wachtkamer en dan wordt er iets vervangen of zo, iets weet je wel. En dan... Sorry man. Nou, mijn moeder, die zit er nog elke dag. Maar dus toen kwamen we, daarna gingen we om eventjes unwinden, gingen we in de restauratie zitten. En dan bestelde ik een bakkie en een appelpunt voor haar en zo. En dan zat ze aan zo'n tafeltje. Dan stond ik aan die balie en dan zei ik tegen zo'n twee van die dames in net gestreken overhemden en zo met van die Haagse koep. Ja. En zit dat mens tegen mij en zegt van, meneer, die mevrouw aan het tafeltje, is dat mevrouw Gerritsen? Ze ja, dat klopt. Zegt ze tegen de collega, is de moeder van een van de Golden Earrings. Ja, wacht. En waar komt hij? Zegt ze tegen mij. Zegt ze, maar wie bent u dan? Ik zeg, ja, ik ben ook een zoon. Ik een interview de volgende dag met de straatkrant. Komt dat mens komt binnen, nou, een heel lief mens. Die zei, het eerste wat ze vroeg, hoe vind je het nou, is dat niet vervelend als je altijd herkend wordt? Ben ik de week erop met mijn moeder langs de Albert Heijn gereden. Ik zei, dan gaan we de straatkrant halen, moeder. Dan sta ik op de voorpagina. Er staat daar heel groot bovenop, echt een enorme grote foto. En er stond boven zo, Rinus, de zoon van mevrouw Gerrit. Oh ja. Ja, dit is toch uniek. Nurit hij eroverheen, zo. En dan heeft hij ineens roept hij je regret. En dan moet Barry daar een tekst op schrijven. Maar hij weet God niet. Maar moet, ja, dan moet wel je regret zijn. En dan zegt ze eens, ja, net zoals zwaar of zo, weet je. Betaal je €35 voor een kaartje, hè? Dat zeg maar dan. En dan denk ik, En dan zit ik na afloop van de optreden van de week nog, zit Barry achterin. Het is de moeilijkste tekst die ik ooit heb. Ik heb voor het eerst in mijn leven opgegeven om die tekst af te maken. Het lukte gewoon niet. Wat moet ik er nou van maken? Je regret en moed van die gasten en zo. En uiteindelijk komt hij dan met een geniale inzet. En dan vertelt hij het en dan denk ik, verrek, dat heb ik, dan zitten er woordspelingen in. Waarvan ik echt helemaal niet begrijp wat hij mij bedoelt. En dan vertelt hij het en denk ik, oh, zit het zo? En ik denk, dat begrijpt echt niemand. Maar nu wel, dan krijg je spijt van. Ja, precies. Dan heb ik onwijs veel mooi werk gemaakt met Iring. Wat is nou jouw ultieme Iring-nummer, persoonlijk? Dat staat op de volgende EP. Eikel. Did I make you up? Ja, echt waar? Ja, nee, echt. Rinus. Rinus ook? Ja, en dat wordt dan weer niet uitgekozen. Daar snap ik niks van. Ik vind het helemaal te gek.
jullie elkaar helemaal geen reet te vertellen, maar ze hebben het goed gemaakt. Want er komt een hele mooie docu aan van jullie. Ja, Uur van de Wolf. Wanneer ook alweer? Dat heet The Beat Behind Golden Earring. Waarin de ritmesectie eigenlijk als een soort rode draad en terecht een keer. Daarom hebben we die gasten ook niet uitgenodigd. Die ik wil dolgraag even met jullie over die documentaire praten. Nee hoor. Maar hij is gemaakt door Marshall de Vree en 3 december. En 4 december komt de EP uit. Officieel wordt gereleased, geloof ik, die heek. Hoe is het met de voorbereiding voor het Ziggo Dome? Laatste vraag. Nou, we hebben inderdaad 4 repetities gepland waarvan we 1 hebben gedaan. En we hopen nog voor die tijd nog even bij elkaar te komen. Sorry, maar zo gaat het bij ons gewoon. Kan er helemaal niet. Als zo uitkomt dan. Zijn ze het theater? Gaan we nog wat nieuws doen in het theater? Ik Drum Myers nog een jaartje en daarna denk ik niet. Nee. Te veel heisa. Ja, te veel heisa. Kan ik me eens. Dames en heren, Rinus Gerrits en Cees Zuiderwijk. Dat zijn ze echt, hè? U was dus straks de oudleden van de Iering. We beginnen even met Fred van Deels, de allereerste slagwerker. Fred, kom erbij. Kamertje in de Toiletstraat. De Toiletstraat 21, ja. Dat was ook het kamertje waar wij altijd repeteerden vroeger. Op nummer 21, bij de bushalte van 1-25. Fijn dat je dat zegt. Als u daar op die hoed gaat lopen en u komt bij de Toiletstraat, nummer 21, even vraag u wat plassen. Maar ik woon daar niet meer, hoor. Kom rustig langs. Ja, mooi is het verhaal. En nog een kanjang. Ja, ben gemond! Leuk, ja. Ja, je bent naar Blaricum verhuisd, geloof ik. Je woont in Blaricum in het Gooi. Ja. Is je nou het meeste van vandaag? Alles. De Meeuwit strand. Nou, ik ben nog steeds een super... Als je door de Haag loopt, dan gaat er wat door je heen. Het is gewoon een feit. Klinkt een beetje sentimenteel, maar het is de naakte waarheid. Het is zo mooi! Ja, weggewond. Peter de Ronde is er ook aanwezig. En dan leg ik even de mic neer, want ik moet... Die boekjes moeten open. Wat zeg je? Die boekjes moeten open. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ga nou even daar. Wordt er eindelijk een foto van je gemaakt? Ik even.